Goeiedag, mijn naam is Leo Krombach. Ik ben bestuurder bij Kredenhuis Parkstad, een dak- en thuisloze jongerenopvang in Parkstad. En die is gesitueerd in Kerkrade. Binnen Kredenhuis Parkstad zijn we bezig met een nieuw initiatief om jongeren te begeleiden naar werk. En ik heb hier een kort interview met twee mensen die daar nauw bij betrokken zijn. Heren, welkom. Rob en Ron. Dank jullie wel dat jullie even tijd voor ons hebben. Rob, kun jij je kort even voorstellen? Ja, mijn naam is Rob Riedel. Ik ben 25 jaar werkzaam in het onderwijsland. En ik ben gefascineerd bij het zoeken van kansen en mogelijkheden voor jongeren. En met name de jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Daar sta ik soms graag vroeg op. En dat is wat ons project ook behelst. Ron, kun jij je kort even voorstellen? Ja. Ik ben Ron Krutse, ik werk 31 jaar in het onderwijs. Mijn doel is dat mensen in mijn omgeving het goed hebben, met name jongeren en kinderen, en daar ligt ook mijn passie. Credo werkt, Ron. Waarom? Nou, er is een groep jongeren die eigenlijk buiten de boot valt als het gaat om het vinden van werk, om onderwijs. En dat zijn de jongeren, de dak- en de thuislozen. Van 17 tot 24 jaar. En wij hebben het idee dat wij er iets voor kunnen betekenen, Rob en ik. Wij willen graag dat de jongeren aan het maatschappelijk gebeuren deel kunnen nemen op een wijze waardoor ze zichzelf zelfstandig kunnen onderhouden en een fatsoenlijk leven kunnen leiden. En daarvoor hebben wij Credo Werkt opgezet. Rob, kun je een beetje toelichten wat hier, waarom Credo werkt? Ik net deze doelgroepen die door allerlei omstandigheden die heel vaak ook nog buiten hun zelf liggen, ergens zoals Ron het net noemt, de boot gemist hebben, om die weer op de boot te krijgen. Inderdaad ervoor zorgen dat ze een mooie plek krijgen dadelijk in onze maatschappij door werk wat bij hun past en door een stuk opleiding die weer bij dat werk past. En zodat je een mooi cirkeltje krijgt. Tussen ondernemers, onderwijs en de jongeren zelf. Wat is jouw intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan met een Credo Werkt? Ook ik weet uit mijn jeugd hoe moeilijk het kan zijn voor jongeren om iets te maken van hun leven. En ik wil eigenlijk jongeren begeleiden in hun leven, omdat ik weet hoe lastig het kan zijn. Wat is nou jouw intrinsieke motivatie om hier nou jouw echte schouders onder te gaan zetten? Nou, mijn intrinsieke motivatie is eigenlijk een stuk ook wat ik zelf vroeger heb meegemaakt. Ik heb ook heel veel verkeerde keuze voor vervolgonderwijs. Geen zin in school omdat ik niet precies wist wat ik wilde en niet wilde. Met één verschil, dat ik wel een thuissituatie had die dat begreep en die me daarin kon ondersteunen. En die uiteindelijk er ook voor gezorgd heeft dat ik wel toch op een goede plek terecht kwam. En bij deze jongeren, bij de specifieke doelgroep, zie je dat daar ergens ook iets helemaal misgegaan is. En die verdienen ook een nieuwe kans. En die wil ik ze graag meegeven. Credo Werkt gaat van start in 2022. Ron, wat is jouw rol die je daarin gaat vervullen? Voor de jongeren die wij als doelgroep zien, is het heel lastig om binnen te komen. Binnen te komen bij bedrijven. Binnen te komen bij onderwijsinstellingen, om hun weg daarin te vinden, om te zoeken naar hun eigen drives. En voor ons, in ieder geval voor mij, is het belangrijk dat ik daar een rol in kan spelen, als een soort oliemannetje, als een soort makelaar, om te zorgen dat die jongeren vanuit hun passie, vanuit hun gedrevenheid, dat onderwijs kunnen gaan volgen of op die werkplek een leerstage of een leerplek krijgen, die ze op andere momenten mogelijk niet zouden kunnen regelen of klaar zouden kunnen krijgen. En Rob, wat is jouw rol daarin wat jij gaat vervullen? Het gaat over, ik denk ook slimme verbindingen maken tussen inderdaad de werkplekken, maar ook het onderwijs en ook de omgeving. We werken vanuit passie en talent. Vanuit de fase 2 Credohuis, waarin heel duidelijk wordt waarvan iemands vuur aangaat. En wat Ron ook zegt, we gaan proberen om die jongeren binnen te krijgen op bepaalde plekken bij ondernemers die passen bij waar zij zelf warm van worden. En van daaruit gaan we dan ook de verbindingen leggen met onderwijs, et cetera. Een vraag aan jullie allebei, de heren. 2025, een perspectief naar voren toe. Hoe zie jij dat, Rob, 2025? Ik hoop dat Credo Werkt dan een project is dat universeel
enigszins in te zetten is op verschillende plekken. De bedoeling is dat er ook meerdere credohuizen komen. Er zijn steeds meer jongeren die dan ook het project nodig hebben om hun zeg maar veilig onder de pannen te krijgen. En ik hoop dat we heel veel gelukkige jongeren straks hebben die op zichzelf wonen. Die zichzelf kunnen onderhouden, die een fijne baan hebben en die het leven lang leren omarmen. En Ron, voor jou, 2025, hoe zie jij dat? Dat er bedrijven en organisaties zijn die de meerwaarde zien, ook voor zichzelf, van ons project. Dat ze daar een heel goed gevoel bij hebben en dat ze ook zien dat het voor hun commercieel gewin kan opleveren. Wat maakt het project uniek? Het project is uniek omdat we een programma opstellen voor één persoon. Één programma met één begeleider. Alles gebouwd op relatie. Dat is uniek. Rob, wat maakt het voor jou uniek, het project? Dat het echt om passie en talent van één individu gaat. Dus het hele pakket aan werk en leren en je plek in de omgeving wordt echt op maat gemaakt rondom één individu. Rob, de wijk wordt bij het project betrokken van Credo Werkt. En Credo Parkstad ligt in de wijk Rolduikerveld. Kun je ons kort meenemen wat dat betekent? Nou, kijk, als je hebt over de jongeren in de buurt, dat is eigenlijk ook een peer group. Hè? Ook een doel van het project is samen leren. Leren van elkaar, leren met elkaar. De omgeving is breder. Je hebt daar ook nog de buurtbewoners in de omgeving en in het buurthuis wat aanliggend aan het credohuis is, kun je heel mooie laagdrempelige activiteiten organiseren voor mensen uit de omgeving, jongeren, ouderen die elkaar daar tegenkomen en waarin je ook levensechte oefensituaties voor de jongeren in het traject van Credo Werkt kan simuleren, zeg maar. Ron, de wijk betrekken bij dit project, de wijk tot bloei brengen, en hoe zie jij dat? Ja, zoals Rob aangeeft, maar ik denk ook dat het in de beeldvorming voor de mensen in de buurt ook positief kan uitwerken. Ron, je sprak zojuist over een win-win situatie voor ondernemers en organisaties. Kun je mij kort meenemen wat dat betekent, die win-win situatie? Nou, ik kan me voorstellen dat ondernemers en organisaties meedoen vanwege een maatschappelijke betrokkenheid. Maar als we nu naar de arbeidsmarkt bijvoorbeeld kijken, dan zien we dat ondernemers ook mensen nodig hebben. En wij zouden met ons project ervoor kunnen zorgen dat ook die ondernemers bediend worden. Dat zij ook hun ding kunnen blijven doen. Als je als organisatie of ondernemer iemand aanneemt, dan is het natuurlijk nog maar de vraag of diegene ook past bij jouw bedrijf. Wij zijn een stap voor. Wij werken vanuit passietalent van de individuele jongeren. Dus zij matchen op voorhand het bedrijf. Dus de kans dat die jongere in jouw bedrijf komt, en daar ook blijft en zich en gemotiveerd is om daar te werken en om te leren en om te leven, is vele malen groter. Credo Werkt is dadelijk een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs, omgeving en ondernemers. Deze samenwerking die gaan we met elkaar realiseren in 2022. En wij mogen vol op vaart gaan om jongeren tot bloei te mogen brengen en in hun kracht te zetten in hun omgeving. Mag ik jullie danken voor dit korte interview en tot binnenkort. Dank je wel.